Fabian, veel succes. Mooi. Mooi. Er komen elk geval één reactie. En je bent een mooie klas, maar het is net als op een school vroeger. De achterste banen waren altijd het eerste bezet. Dus ik kom je vrouw wat dichter hierbij te komen. Van Doorn een beetje dichterbij. Van Ika een beetje dichterbij. Is dat zo? En vanaf die kant kun je ook nog een beetje dichterbij komen. Hoewel. Ja. Jij denkt natuurlijk, ik ken Andreas, dus ik hoef het niet te leren. Mooi. Ik ga je in elk geval drie dingen leren vanmorgen. Of vanmiddag. Die als je hier komt wonen, of als je hier al woont, in elk geval goed moet doen. En dat is elkaar begroeten. Wat zeg je als je ergens komt? Wat zeg je als je ergens weggaat? En in meer maand dan gewoon altijd voorlezen. En het eerste wat ik een klas leer, de leerling, dat is hoe ze elkaar moeten begroeten of wat ze tegen mij moet zeggen als ik daar kom. En dat is heel simpel. Mooi. Ja, het klinkt nog niet uit zo overtuigd van de klas. Mooi. Mooi. En dat mooi, dat is heel makkelijk. Want dan kun je overal voor gebruiken. Je hoeft niet te zeggen goedemorgen, maar mooi. Goedemiddag. Kun je mooi voor gebruiken. Goedenavond. Wat zeg je daarvoor? Mooi. Ook weer mooi. Ja, ja, kijk, maar daar kom ik straks nog wel even over hebben. Dat sommige dingen wel eens gelijk zijn of in Drenthe heel wat anders betekent als in het Nederlands. Maar dat mooi, dat kun je gebruiken hier in Drenthe. Je kunt het over de grens gebruiken. Je kunt het naar Emlichheim of naar Emmelkamp, God, moet ik zeggen, of naar Neuknadenveld. Dan kun je dat mooi ook altijd gebruiken. Je kunt het s'morgens gebruiken, je kunt het s'middags gebruiken en je kunt het s'avonds gebruiken. En over de grens, dan is het goedemorgen. Of hij de andere kant op gaat naar Engeland toe, dan is het good morning. Maar dat mooi is eigenlijk precies hetzelfde als die in het Nederlands goedemorgen. Maar goed, ook voor de middag. Dus als ik dan een schoolklas weer uitga en dan zeg ik, en de hele klas brult. Mooi. Ja, begint al beter te leren. Begint al beter te leren. Dus er is elk geval dat mooi. En bij de kinderen zeg ik er nog wat bij. Je mag het misschien van je pap en je mam niet gebruiken, want sommige ouders die vinden dat niet netjes. Die vinden dat onverzoenlijk. Nou, daar hoef je niks van aan te trekken, want dat mooi is heel duidelijk, dat is heel begrippelijk en dat is heel netjes Drenthe's en goed Drenthe's. Het ligt alleen aan de toon waarop gebruikt dat het verschil kan maken. En dat geldt voor het Nederlands net zo. Dus stap 1 houd. We weten wat we moeten zeggen, al Alex komt en nou Alex weggaat. Dan het Drenthe, dat is een heel andere taal. Nou ja, dat blijkt al van dat mooi en mooi. Hè? Maar dat is dus het verschil. Dan moet ik even een ander blad hebben. En dat gaat over taalgrenzen, dat gaat over het gebruik van de taal. Want taal, dat er altijd emotie op. Sommige mensen die kunnen zich er heel erg over opwinnen. Denk maar eens aan België. He, die tolgrens, dat is door een barrière. In het ene deel kun je geen Vlaams gebruiken en in het andere deel maar geen Frans gebruiken. In Drenthe vindt de mens die ergert zich aan dat lieve wicht op de televisie, aan Loes. He, ja, maar wat die door zegt, dat is toch geen Drenthe. Vanmorgen was hier Henk Pras, het Valdemond. En die gaf precies hetzelfde aan. Ja, ze trapt mij wel eens op mijn ziel, zei hij. Met dat Valdemond, ja, dat is geen Drenthe, dat is Grunnings. Nou, laat ze nou in Grunnings zeggen. Ja, maar wat jullie daar proeven in Valdemond en in Twijdemond, dat is geen Grunnings, dat is Drenthe. En hetzelfde geldt dus ook voor het Noordenveld. Maar één ding,
alles wat binnen de provinciegrens gebruikt wordt, is goed Drents. Je kunt het ene mooier vinden dan het andere, maar het is allemaal Drents. En goed Drents. En als je in Slien komt, bent de Slien erbij? Ja, ja, nee, die beschouw ik als Hesselde. Je bent een Hesselde. In Slien, dat heb ze dan, dat kun je zo horen als iemand dat zegt. In Slien, die ben ze gemeen, want ze schub je met steen voor je bier. Dus dat is Slien, dat hoort dus echt bij Slien. Zegt ze hier misschien ook wel, maar goed, dat is bekend van Slien. En, ga ik even naar Henny, maar ja, misschien is het zo verleerd, hè? Wat is zo'n bekendzinnig in uw dwingel en dieven? Ja, zij is wat dat betreft acclimatiseerd. Zij heeft het Zuidwest-Drens-Noord, daar heeft ze weer die achteruit gehad. En ze heeft dus het Midden-Drens en het Zuidoost-Zaand heeft ze dus gewoon overnomen. He? Maar in dieven, dan klaart het water tegen de glazen. En zo hoor je dus alweer een verschil, maar het is er even goede. En dus als ik een schrijver dichter, ze heeft hier niet optreden, maar Ans Klaghoek Dieven was hier vanmiddag op. En Ans die zo zegt, ja, bij ons klettert het water tegen de glazen dat het derft. En dus die wat erklang. En wij hebben hier bijvoorbeeld ook, dat geeft ook nogal eens verwarring, de AO-klank. En als je nog gaat schrijven en dichten, eerst de A en dan O. De A die staat niet voor niks als eerst in het alfabet. Maar er zijn andere streken, en daar gebruiken ze die AO niet. Dan zeggen ze gewoon water. He, zoals hier dus eigenlijk dus ook. Maar in het Noordenveld, zo ronde, vrouw, daar is het bord. En het mooie is, dat vertel ik altijd dat ik uit de cursus had, eerst in Grim. Ik ben geboren in het water, Grol. Ik ben opgegroeid in het water, Westerbork, Burk, moet ik dan zeggen. En ik heb mijn vrouw uit het water gehaald. Ja, dus zo heb je dus in één zinnetje al twee tolgebieden. En dan is er eigenlijk nog de op bij kom. Dat is wat Loes zegt, wat ook Henk Pras zegt, water. Dat is de streek waar ze zegt. Er ligt een bal in dijk. Dat is Valdemond. En dat klinkt heel anders als hier, maar het is dus goed Drents. Zo. Dus dan heb je ook al eens geleerd dat er dus verschillen zijn, maar dat die verschillen allemaal helemaal goed zijn. Zo. Waarom die zo? Nou, wij onderscheiden bij het huis van de taal zo hoofdvariant. En dan kan er dus ook nog wel hier en daar een verschil zijn, maar. De KVD, dat is de kap van Drenthe. Dat is dus Nurg, Pais, Roon. Vrijs. Vrijs, ja, ja, je kunt merken dat het dus. maar dat is die verschillen, dat varieert, dat wordt. Ja, het wordt wat afgemaakt. Die verschillen brengen eigenlijk niet. Want mensen die, ja, vanuit Vrijs, die komen hier wonen, nemen hun toch ook met. Maar neem ongemaakt dus ook dat ding van hier over. En verliest misschien wat ze altijd gewend waren. En die zegt, ik kan dat van Dwingel, kan ik eigenlijk niet meer. He? Want wat vind jij voor Dwingel zo'n raar woord? Wat je nooit meer zegt. Een magie. Ja, dat is een goed woord, want in het Nederlands is het gewoon maagd. He? Meisje. Dus die zeven verschillen, kijk, er komt nog een woord Vrijs aan. Vrijs. Ja. Kom van Drenthe. Midden Drenthe. En je dat... moe komt van Eel en je bak komt van I. Oh. Nou, dan leren we Griek ook in dat het hier dus eigenlijk, ja, de wethouder is er niet meer, maar eigenlijk hebben we vanmorgen zeggen van Jan Zwiers, je moet nog wel eens zorgen dat hier een naambody van Hessel komt, oh, ja, ja. Dat Zweel komt. Zweel heeft een positie zo'n body uit zo'n breddy. Dat het dus over de Sleen gaat, dat het over Dolden gaat, maar zoals naar Ron. Naar Ron heeft hij. Ja, ja, die heeft het dus in. Maar dat heeft niet de gemeente gedaan, dat heeft volgens mij het plaatselijk plan gedaan. Midden Drenthe. En dan Zuidoost-Zaand.
Dat is het gebied hier van Hessel, van Zweel, van Slie en Doorn. Hoewel Doorn, dat begon dan weer een Duitse invloed te krijgen. Dus, dan hebben we Zuidwest-Noord, dat is zo rond Dieven en Dwingel. Dat noemen we Zuidwest-Noord. Zuidwest-Zuid, dat is dus meer naar Vledder, die kant op, Hoogte. En dan hebben we nog VK, dat is de Veenkolonie. En die hoort er dus ook bij. Of, zoals Bene Dubbelboer, schrijver, garagehonden later in Bark, die zegt, wij hoort erbij, maar wordt er niet bij rekend. Ja, dat moet je even doorlaten. Wij hoort erbij, maar we wordt er niet bij rekend. We telt eigenlijk niet mee. He, dus dat ben de zoom hoofdvariant. En daarnaast kunt er dus nog wel weer verschillen weer. Ik heb ze zo niet paraat. Maar ik kom er zelf in de burg opgeruid. En met bijl, er zit dus verschil tussen. He, soms zijn de klinkers wat langer. Boek en boek. Ja, dat noemen we ook wel met een mooi woord valse vrienden. Want boek uitschrijft, dan lijkt het precies hetzelfde. Maar boek en boek. Ja, het ene verkoop wij in de kerk. En ik heb de boek wat te dik. Dus dat is het Drents. Nou, het Drents is dus een andere taal. En wat houden wij ons nou mee bezig? Bij het Huis van de Taal. Taalpromotie, het is reclame maken voor de Drents. Onderwijs, zowel aan school, lagere school, voortgezet onderwijs, als ook zelfs aan de hogeschool. Zelfs aan de hogeschool Stenden. En dus Jan Krumming is er niet meer, maar anders kunnen die daar zo het een en ander over vertellen. En de schrijverij niet te vergeten, daar verkopen wij ook de boek. Taalwetenschap, onderzoek doen, waar komt woorden voort. En met muziek. Nou, we hebben hier vandaag een combinatie gehad van muziek en schrijverij. Dat ben in elk geval de vijf werkplek. Het Drents, dat hoort dus bij onderdeel van het Neder-Saksisch taalgebied. En dat Neder-Saksisch taalgebied is Grun, Drenthe, Twente, Salam en de Achterhoek. Maar hij de grens overgaat naar Emmelkamp of naar, ja, wat ik net al noemde, Neuknadenveld of naar Ulsen, dan kun je met het Drents ook heel goed terecht. Oost-Friesland ook. Wij hadden een keer als school een uitwisseling met collega's uit Oost-Friesland. En zij kennen het Nederlands niet, collega's kennen het Duits niet helemaal goed. Engels, dat ging ook nog wel. Maar toen zegt een van die collega's uit Duitsland, hou nou eens plat brood. Hou nou eens plat brood, dan komen we elkaar ook verstaan. En wat met dat plat, het verandert natuurlijk wel in de loop van het jaar, kunnen we dus tot in Polen kunnen strengen. Maar dan moet je wel aan de kust blijven. Je moet niet naar Bengen gaan of zo. Dus dat is het grote Neder-Saksisch tolgebied. En wij willen eigenlijk als Neder-Saksisch taalgebied, of Huis van de Taal, eigenlijk, ja, het valt onder het handvest voor kleine taal, voor minderheidstaal, willen we eigenlijk van trap 2 naar trap 3. Maar we kunnen het in de politiek eigenlijk nog niet voor elkaar krijgen. De ministers van Binnenlandse Zaken, Plasterk onder andere, die wezen het plan iedere keer af. Maar gelukkig bent er dus nog wat Kamerleden en leden van het Europese parlement, die uit Twente komt en die dus drankdoende bent om de adres te promoten. Nou, even zien. Dat is ook wat je niet meer moet doen. Ik weet niet wie van jullie wel eens schrijft. En wij zijn eigenlijk altijd gewend om heel veel komma's te zeggen. Want, zeggen wij, schrijven, de heur die één jaar niet. Dus dan moet je een komma niet zetten. Nou, dat doen we niet. In de spelling is het gewoon schrijven met die één. Maar wij zeggen wat anders. Schrijven, loeren. Volgens Marga Kool doe dat van achter de gordijn. En houd goed de buren in de gaten. Ja, tegenwoordig noemt men dat sociale controle. En dat gebeurt niet meer van u de gediend, maar via een WhatsApp of een berichtje, buurtpreventie enzovoort. Loeren, broden, fietsen,
schrijft hem wel, de E, maar we zegt hem niet. Stop, want de hug in M aan het eind is precies net zo'n geval. Nou, en dan kun je hebben en komen en drinken en zeum, fun, zeum, geem, eem, dat is net zo'n geval. Dus vanaf nu die E, wanschreem, niet zeggen en die komma's dus weg. Ja, je mag wel komma gebruiken, maar niet die ouderwetse komma van vervanging van de E. Ja, er zal geen regel weten of dit nu zondering al. En dat ben dus van die drielettige woorden, met drie lettergrepen, hersenen. Dat schrijven wij, maar we zegt hersen. En we schrijven het ook zo. Dus hersen en verdouwen en schaanten en hemmen. Daar schrijven we dus de N direct eraan vast. En de E niet meer tussen. Bij fietsen en broden en loeren schrijven we de E en we zeggen hem niet. Maar hier zeggen we de E niet. En we schrijven hem ook niet. Maar dat geldt alleen voor hersenen. Zeuren. Kijk, baby's die kunnen in de wieg nog een beetje lengte zeuren. Sjaanten, hè? Baby schrijven, baby... Verdouwen, dat is kwijtraken. Kijk, als je een bepaalde leeftijd komt, dan ben je spullen altijd kwijt. Douwen. En douwen is er ook van, Daantje zou naar school toe gaan, hè? Dat liet hij. En dat moet je dus ook, dat is ongeveer douwen. Dus lopen en niet opzien. Maar het kan ook betekenen dat je dus dingen kwijtraakt. En op een bepaalde leeftijd, er wordt mij in stem naar mij knikt. Goed. Dat is altijd met briefjes. Kijk, als je nou tegenwoordig een presentatie doet, dan is het met een PowerPoint en dan kun je niet knikken op een knop. Tenminste, dat hoop ik, dat met die druk op een knop lukt. Maar dan kun je dus de mooiste plaatjes en de mooiste koordjes dus tevoorschijn halen. En om die verschillen tussen de dress en toon nog eens even nadrukkelijk aan te geven, ben dus bij het huis van de tol, Abel Dannewinkel heeft dat gedaan, die heeft door tolkordies gemaakt. En dat is een kordie van de provincie Drenthe. En als we even terugkomen op dat water en dat water, dan hebben we dus in de gebieden waar dat woord water voorkomt, ziet een zo'n bijzonder ding, zo'n druppel. Waar ze water zegt, heet het net zo, en waar ze water zegt ook. En ik heb hier dus een kordie, het woord uien van een koe. En dat is één woord, uien. Maar als je dus kijkt hoeveel variatie daarvan in Drenthe bent, en dan tel ik ze in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er zijn 7 verschillende woorden in Drenthe. En je kunt het op zo'n tolkordie ook precies aangeven waar dat is. En dat giet van gidder, het gier, het jaar, het judder, het juur, uier. He, dat is Ronkoven en het uur. En wat zegt ze hier volgens dit onderzoek? Hier in Hessen en Zweel, dat is het juur. Het juur, he, dus het uien van een koe. Nou, zo bent er dus ook van eerpels, bent dus koris maken en al die verschillen. En als je het nog voor jezelf eens zien wilt, dan moet je dus gewoon naar de website van het Huis van de Tol. En je klikt dan aan tolwetenschap en dan krijg je dus die nog wat handeling, dan krijg je die kaartjes dus wel in beeld. Nou, de hufvariant van het Drijshout over had. En nou heb ik hier een paar varianten, die heb ik niet opgeschreven, maar daar moet je even goed naar luisteren. En dan moet je zeggen wat het is, wat ze dat zegt. Het water klaart het ding, de glazen dat het duivert. Dwingel en dieven, hè? Dus dat is wel duidelijk. Maar dit is misschien wat lastiger.
Om bij zijn heim te komen, moest boer over een breid knol, was zijn ruwbootje aan kaande lag. Ja, dat zou kunnen. Griedeveen, dat zou kunnen. Maar dit is, als je een paar boeren hebt, dus heim, boerderij, en dan het ontbreken van lidwoorden. Mos boer, niet mos de boer, nee, mos boer. En dat betekent altijd geen kolonie. En al van kaande. Wij gaan de bouwdoel weer aan kaande. Zei Henk Pras in zijn verhaal over de bruiloft die bij hun in café Holtenburg. En dan deze. Klein sikkie door een fietspad. Wat hotst je aan die ket? Wees door die boos toevallig op zo'n min steeg gezet? Nee. Nee, dat is. Nou, voor mij zeg je niet klein. Het Noordenveld. Want dit is een regel uit een gedicht van Peter van der Velde. En als je nog wat meer wilt weten over Peter van der Velde, dan moet je naar de Scheepstraatschool gaan. Want door 14 dit jaar, dus het 100-jarige. Ja, de 100 jaar Peter van der Velde. En Peter van der Velde was schoolmeester in Roewol. Maar die hebben ook heel veel dus geschreven in het Drents. Zongen in het Drents. Hij zong onder andere bij de BBC. En dat was in de oorlog. Maar het betekent niet de British Broadcasting Corporation. Het was het Britse Bonte Cabaret. Later werd dat de Baggetrekkers. En de Britse, dat is een stroompje dat giet dwars door Ronheim. Nou, dit is van Peter van der Velde. Ik weet wel, dit gedichtje werd nog eens gebruikt bij de voordrachtwedstrijd van het Alvolk. En deze. Ik heb in Gijskes hoffie staan, op een nommendag in mei. De appelboom op bruin gaan, de borden bloemde rijen. Roerijntjes. Dit is van Roerijntjes, dat klopt. En Roerijntjes schreef dit naar aanleiding van een bezoek bij Gijske in het hoffie in de tuin. Roel die kwam nogal eens vaak bij Gijske, behalve als Gijske hem een keer de les leest naar. Want Roel kon heel veel kritiek verdragen, daar trok zich niks van aan. Maar als Gijske iets tegen hem zei wat hem niet beviel, ging hij hellen genoeg. En dan kwam er naar een poosje, kwam er dus wel weer. Maar je hebt over Gijskes hoffie een heel mooi gedicht geschreven. En hoe is het een beetje twijfelachtig of dat nou van hier is, of dat het van Bijlen is. He, dus wij houden het op beide. En dan, dichting is wonen in een stuk onlaan. Scheerden sliepen met je woor, langs deuren gaan, waarvan je zeker weet, zie laat hoe staan. En, heeft iemand een idee waar die regel vandaan komt? Komt uit een gedicht van Gerard Nijdenhuis, onlaan. He, en hij vergelijkt door met een dichter, met iemand die met koopwaar een venter langs de deuren giet. En die venter, de man die met een gozie, die laat je aan de deuren staan, je koopt hem niet. En zo is het met dichters dus ook. En dan heb ik nog een regel voor je. Als ik oud ben, lieve, kijk, de kleur schuif uit mijn hoorn. Wit kleurt met de tijd mijn jaren, blijf dan nog van mij hol. En komt iemand die zin? Dit van Marga Kool. Komt ook de bundel achter jou, achter hun ogen. En dat, je kunt nog kopen binnen, heb ik gezien. Dat. Eigenlijk een blamage voor het gedicht. Of voor de bundel. Nou, die van Sleen heb je al nog aan het horen. Ik en dan ben er in het rest, zeg maar, toch wel hele mooie zin. Hele mooie zin. En ik wil door een paar van hen horen. He, hoe mooi, hoe poëtisch ook die dress tol kan weer. De wereld loopt op zachte zieden hozen, de nacht in de buurt. Betekent eigenlijk gewoon dat het album wordt. Maar als je zo'n dichtregel hoort, de wereld loopt op zachte zieden hozen, de nacht in de buurt. Een gedichtregel van Hans Heiding. He, dan krijg je plotseling een heel andere album, een heel andere nacht. En dan deze. De maan ligt stil en wit bevroren. De schoten klum vuur bij het hek. Je hebt hem al gehad.
Peter van der Velde. Dat is Peter van der Velde, hè? De Paisermoor. De Paisermoor. En dan? Hij is ook al nu. Achter een oog giet veel verbannen. Hoe zorg geef je niet prijs. Achter een oog giet veel verbannen. Marga Kool, oh sorry. Ja, ik zei net al. Ik verdouwel nogal eens wat spul. Maar op afstand hoor ik ook niet zo best meer. Ja, wacht even. Ik ben nog niet klaar. Hoor. Ik loop zo niet. Ik heb nog die microfoon. Ik wil je nog één gedicht laten horen. Wij hadden het vanmorgen met Suze Sanders hier. En die heeft het mooie gedicht van Echo. Heeft ze geschreven. Speciaal voor Hazel. Toen we hier in 1990 de gedichtenroute voor het eerste keer hadden. En toen schreef zij, naar aanleiding van een foto die ik haar toestuurd had, een gedicht. En dat paste heel goed bij de Oude Steeg in Gies. Maar die Oude Steeg in Gies, daar wordt meer dichters door inspireren. En ook schilders. Evert Musch heeft dus een prachtige pentekening daarvan gemaakt. En later is er in elk geval een mooie poster uitgekomen, waarbij dus die tekening van Evert Musch en een gedicht van Hans Heiting combineerd bent. En die wil ik je nog laten horen. Ik ben helemaal fan van de gedichten van Hans Heiting. Verleurd paradijs. De boerderij achter mij door een heek trilt in de hette van de zon. Een kleine kat slaapt op een regentun. De vleer heeft groene krallen gekregen. De kamer slaapt in stille middaguur achter de schemer van de blinden. Een lome windvlog bladert in de wind. De windroof steuft tegen de muur. Twee zware peren trekken een roggewaan over de blakerende keienstraat. Een lege schuur verwacht het zorg. Van kutter wordt de zomerdag. Het ging voorbij. Voorbij de jaren. Nee, het ging voorbij. De jaren hebben vergoed mij hoe het zomerparadijs verdreven. De herfst is door en mij is overbleven. Heimwee en warmte bezongen in mijn bloed. Dat was het. En ik zou zeggen, mooi. Mooi. Goed zo, dankjewel. Mooi, mooi, seks in de boven. Dankjewel, Harm-Jan. En dankjewel, alle mensen hier. We hebben hier een hele schiere dag gehad. Ik moest even denken aan het gedicht van Peter van der Velde. Wel leven wil met lieden leren als het winter dat de paaise mol. Nou, dat gedicht past door de mol niet bij vandoor. Want het was hartstikke schier weer. En wel heeft er leden hier, dat ging mens. Ik vind het een hele mooie dag. Ik wil elke mij bedanken.